Nou, ik heb de shoplog opgenomen. En kijk eens wat mijn buurvrouw gisteren aan me gaf. Zij is budgetcoach en zij heeft hele mooie pennen. Goedemorgen, en als je achter me op de klok kijkt, dan denk je, hè? Hoe kan dat? Suus is te laat? Nee, ik heb vandaag onverwacht een vrije dag. Het liep allemaal heel veel vlotter dan dat we hadden bedacht. En dus kon ik mijn vrije dag van de donderdag naar de vrijdag ruilen. Dus dat is super fijn. Dus ik heb vandaag gewoon een heerlijke vrijdag. Ik heb best nog wel veel op de planning staan. Ik ga nu beginnen met boodschappen doen bij de Jumbo. Daarna ga ik ergens iets ophalen. Dan zien jullie vanzelf al wat. Dan ben ik rond een uur of 2, half 3 weer thuis. Dan gaan we eten koken. En dan ga ik morgen naar Emmeloord. Dus ik moet nog een tas pakken en dat soort zaken. Dus, want ik ben daar een weekendje. Ik zie jullie vanzelf wel weer een keer terug. Hallo Jumbo! Nou, ik heb de shoplog opgenomen en kijk eens wat mijn buurvrouw gisteren aan me gaf. Zij is budgetcoach en zij heeft hele mooie pennen. Ik zal even een stukje met mijn nieuwe camera opnemen. Ik moet even uitzoomen, want hij is ingezoomd. Dat is niet de bedoeling. Oké. Ja, ik moet even wennen, want ik heb een nieuwe camera gekocht. Kijk, kan ik je laten zien. Dit is de oude. Die heeft er een pluisje op en die doet het uitstekend hoor. Maar ik wil er graag nog eentje. Eén als A als reserve, maar B omdat ik graag wat meer van meer kanten wil gaan filmen. Ja, dan is het wel handig als je twee camera's hebt. Dus nu heb ik er 1 en jullie zitten op de tweede. Dan ben ik benieuwd of jullie verschil zien. Ja, de helikopter is er weer. Tussen de settings van de oude en de settings van deze. Want ik zie zelf verschil. Maar ik weet niet of jullie het zien. Maar kijk, onze vrienden zijn er weer. De heli. Die hangen hier alweer een kwartiertje in de buurt. Geen idee waarom. Het zal straks alweer op Facebook staan, denk ik. Nou, inmiddels ben ik dus ruim al een poosje thuis. Nu al 1,5 uur. Heb ik de nieuwe camera ook helemaal ingesteld. Ik ben nog niet helemaal tevreden. Ik moet nog even een paar dingen veranderen. Maar het begint erop te lijken. Nu ga ik de video van gisteren... Eergisteren heb ik niet gevlogd. Want dat lukte gewoon niet. Het was niks. Nee. Ik geloof dat ik 3 clipjes totaal had of zo. Ja, dat komt dan omdat je dan te laat thuis, of laat thuis bent. Je bent druk en allerlei dingen doen. En dan komt het er niet van. Dus, nou ja. Dan nu maar gauw verder. Nou, een aantal video's online gezet. Misschien jullie kunnen ze nog niet zien, maar die staan klaar alvast. Dan ben ik weer 5 of 6 dagen vooruit. Dus dat is wel lekker. En vanavond is er de City Run, dus daar ga ik even bij kijken. En dan ga ik ook kijken of ik wat kan filmen daar. Het is hier echt letterlijk aan het eind van de straat zo ongeveer. Het is al langs. Hardlopen en ik gaan niet samen. Zullen ook nooit samen gaan. Ik heb het wel geprobeerd met Evie. Maar dat werd echt helemaal niks. Dat eindigde in een diep tranendal in geblesseerd zijn. Dus helaas. En er is wel bezorgd. Als dit is wat het is, dan is het een beetje een raar pakketje. Had ik het groter verwacht. Laat het zo stellen. Ik ga het maar openmaken. Oh. Het is wel wat ik denk dat het is. Die had ik inderdaad groter verwacht. Maar ik denk wel dat het een mooi maatje is. Zo. Dat is dus plastic zak 3. En er zit er nog een beschermhoes omheen. Oh, hij is wel heel mooi van kleur. En een bolletje. Maar het is mijn rugtas. Mijn nieuwe handtas. Want ik zocht een tas die je niet open kunt maken als hij op je rug hangt. Nou, ik zal hem even verder wegzetten. Dat kan met deze niet. Even zien. Zo. Want de ingang van de tas zit aan de achterkant. Oh, er zit nog een ander ding bij. Voor je schouder, denk ik. Oké, ik had hem iets groter verwacht, eerlijk gezegd. Maar hij is wel goed voor mij qua handtasformaat, denk ik. En hij past op mijn rug, hoop ik. Dat gaan we nu even uitproberen. Nou, hij past op mijn rug. Maar hij is een beetje... Ja, ik had dit ook leer verwacht, zeg maar. Dit is gewoon satijnen band. Dus ik ben bang dat hij niet zo heel erg lang mee zal gaan. Maar goed, voor naar een dierentuin gaat hij perfect werken. Ik kreeg net een mailtje van de Biep dat mijn boek er is. Het 4e boek uit de serie. Tenminste, ik had het mailtje gisteren of eergisteren al gehad. Maar ik bedenk nu, ik moet hem echt ophalen. Want vanavond gaat natuurlijk alle wegen dicht. Als ik hem nu niet ophaal, dan komt het niet goed. Dus ik ga nog heel eventjes op de fiets stappen om het op te halen, dat boek. Even fiets aan de kant. Dan kan ik er namelijk ook in. En dan gaan jullie even in de fietstas. Tot zo. Nou, hier is dus vandaag de City Run, tenminste de start. Kijk, daar is de start. Startvakken. Blijkbaar is er ook nog iets met voetbal. En ze rennen, gok ik, die kant op. Vermoed ik. En waar ze dan heen rennen, weet ik niet. Ik weet niet of je het kunt zien, maar het is gaan hagelen. En nu stopt het natuurlijk. Reet irritant. En het is ook ijskoud. Ik heb mijn handschoenen gewoon aan. Dat is echt niet lekker. Nou ja, mijn boek binnen. Dus ik ga lekker lezen. Maar eerst eten maken. Dan lezen. Oh ja, koningsspelen waren vandaag. Ze waren op een plek waar binnenkort iemand naar school gaat. Oh, wacht. Ik ben niet in beeld. Nog maar. Ja, en de koningsspelen waren vandaag en die waren op een school waar straks iemand naartoe gaat die ik ken. Dat is leuk. Jammer dat ze er nu nog niet op zitten, want ik denk dat ze het helemaal geweldig had gevonden om met koning Willem-Alexander, om die van dichtbij te zien. Het is tenslotte een echt prinsesje. Goed, ik ga nu mijn oude camera, de allereerste vlogcamera, ga ik online zetten op Marktplaats. Deze... Dat hele kleine minietje. Hij was wel super fijn. Hij kon super makkelijk in je broekzak en zo. Maar de kwaliteit is voor het vloggen gewoon niet goed genoeg. En ik zal er misschien nog wel wat aan de instelling kunnen veranderen. Maar goed, daar heb ik zelf niet zoveel verstand van. Maar goed, ik ga hem even op Marktplaats zetten. Nou, 7:15 is de City Run gestart. Ik ga met een kwartiertje of zo die kant even oplopen. Eerst nog even lekker een bakje thee. En dan ga ik rustig die kant eens op. Ben benieuwd. Misschien lopen er nog wel bekenden mee. Ze voorspelde regen. Ik zie een strak blauwe lucht. Nou ja, goed. We gaan naar de City Run lopen. Dat is ongeveer, denk, 10 minuten. Gok ik. Ik weet niet, ik denk dat ik even bij de grote weg ga staan kijken. Ik denk dat dat ver genoeg is voor mij. Dus ze lopen de 10 kilometer, de 5 kilometer en er waren wat kinderrondjes. En er was een rondje om te wandelen geloof ik van 1,1 kilometer geloof ik. Maar ik loop gewoon zelf eens even heen. Ja, als ik er ben dan pak ik jullie weer. Ik gok dat ik te laat ben, want daar gingen de laatste met de EHBO erachteraan. En om over een uur start pas de rest. Uh-oh. Dat is de koploper, begrijpen we. Nou, overal staan mensen langs de kant, die zingen, die dansen, die doen gek. De kerk is aangegaan even met de klokken. Nou, je hebt het bandje kunnen zien net. De trommelaars, hoe zeg je dat? Percussie heet dat geloof ik officieel. Dat is wel heel leuk. Ik loop nu weer richting huis. Het is een beetje koud, zeg maar, voor mij. Ik ben mijn handschoenen vergeten. Heel stom. Zo, ik ben weer thuis, ben meegelopen met de buurman. Die stond er ook te kijken met de hond. Met de baas van Kaya, zeg maar. En die zullen jullie ook nog wel eens in een vlog tegenkomen. Het is koud, echt koud. Nou, lekker naar binnen. En dan zometeen lekker mijn mandje in. Want morgenochtend, want het is al heel vroeg vrije training, om 6 uur. Dan ben ik dan meestal wel wakker. Maar goed, nu moet ik helemaal wakker zijn. Dat ga ik nog even doen. Die kan mee naar binnen. Nu was nat geworden met schoonmaken vandaag. Dat heb ik ook nog gedaan tussen de bedrijven door. Hij is wel droog, maar niet helemaal. Nou, dan moet de camera het binnenlicht erop pikken. Oh, en mijn accu is leeg. Nou, dan ga ik die gelijk aan de lader leggen. Dat even regelen. Blijkbaar is iemand beneden de tv geweest kijken. En die heeft hem niet uitgezet toen hij naar boven is gegaan. Ik ga jullie aan de lader leggen en dan zie ik jullie straks nog even. Nou, ik ga de vlog gelijk afsluiten, want ik heb eigenlijk niks meer. Ik ga lekker douchen en mijn bed in en dat is het eigenlijk wel. Dus dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Geef even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan zie ik je graag terug in de volgende vlog of in de volgende video. Kijk je dit 's morgens, dan een hele fijne dag. En kijk je dit 's avonds, dan slaap lekker en heb mooie dromen. Doeg!